Vandaag ga ik jou laten zien hoe jij hele leuke hartjesbedeltjes kan maken. En het leuke hieraan is dat je dus twee kettingen kan maken. En eentje voor jou, één voor je vriendin. En samen vormen jullie dus één hartje. Dus heel leuk voor je beste vriendin. Dan is het echt BFF voor altijd, hè? Hier ga ik dus mee aan de slag. Ik gebruik dus van mijn Fimo Kids klei. Gebruik ik dus mijn rode klei om een mooi hartje te maken. Ik had ook nog een paar andere, maar die ga ik voor andere werkjes gebruiken. Het mooie van mijn klei is dat dit een glitterpatroontje heeft. Als ik het goed beweeg, dan zie je dus, er zitten glittertjes in. Dus dat vind ik gewoon echt heel erg mooi. Dat heb ik ook hier bij mijn gouden. Daar zitten ook hele mooie glittertjes in. Dus daar wil ik ook een ander keer een leuk werkje van maken. Nou, voor vandaag ga ik een hartjesuitsteekvorm gebruiken. Misschien heb jij wel een uitsteeksel van een koekjes, waarmee jij koekjes, hartjeskoekjes maakt. Nou, in mijn geval had ik niks. Dus ik dacht, die ging ik gewoon maken. Ik heb van een plastic fles en duct tape heb ik dus mijn eigen uitsteekvormpjes gemaakt. Ik ga hierboven een link voor je plaatsen. Dan kun je mijn filmpje zien waarin ik je laat zien hoe jij zelf je eigen uitsteeksels kan maken. Uitsteekvormpjes kan maken met een plastic fles en duct tape. Nou, het mooie aan deze is dat ik hem zelf kan vormen. Ik kan zelf dus mijn eigen hartjesvorm kiezen omdat ik hem kan bewegen. Dus ik ga even proberen een hele leuke te maken en dan hier uit te steken. Zo. En dan dus goed drukken. Als je hem erin hebt gedrukt, dan haal je dus wat over is weg. Ik heb trouwens een stukje bakpapier op mijn tafel geplakt. Dat maakt dit gewoon veel makkelijker. Daardoor blijft het niet zo aan mijn tafel plakken. En kost het minder moeite om het er weer uit te krijgen, van mijn tafel af te krijgen. Nou, dit is hem dan geworden. Nou, ik kan nog alles aan de vorm veranderen, hè, want het is klei. Dus als ik hem niet zo mooi vind, dan kan ik hem altijd nog iets kleiner maken. Ik kan hem nog wat verder insteken. Nou, dus dat is dus het mooie aan klei. Ik zie dat ik hem iets te dun heb gemaakt. Dus hij gaat weer eventjes iets dikker moeten. Dus ik ga hem eventjes met de camera uit. Ga ik hem even opnieuw doen. Ik ga hem op dezelfde wijze doen hoor. Maar ik ga er even iets meer klei aan toevoegen om hem iets dikker te maken. Kom ik zo weer bij je terug. Nou, dit is hem dan zo geworden. Wat ik nu ga doen is met een mesje ga ik hem in stukjes. Ga ik hem eigenlijk in twee stukken snijden. Dus het. Eigenlijk maak ik een soort gebroken hartje. Zo. Zo. Kijk, en dan kan ik hem weer zo heel mooi weer de stukjes heel maken. Dat je dan niet ziet dat ik hem echt heb gesneden. Kijk, en dan ondertussen moet je hem ook steeds weer even een paar keer tegen elkaar zetten. Dat het wel dezelfde vorm, zeg maar, blijft aanhouden. Kijk, en dan heb ik nu twee stukjes gemaakt. Die weer in elkaar passen tot één hartje. Dit is wat ik over heb. Nou, mooi. Dat stop ik weer terug in mijn pakje en dat kan ik weer de volgende keer gebruiken. Dat is dus het mooie aan Fimo klei. Het blijft eigenlijk altijd goed. Het blijft heel erg lang goed. Hij droogt dus niet uit. Straks als ik hem ga bakken in de oven, dan pas wordt hij hard. En tot die tijd kan ik hem gewoon heel mooi blijven gebruiken. Fimo Kids gebruik ik omdat dat zachter is en dus makkelijker te kneden is voor kinderen. In het begin moet je hem ook eerst even in je handen houden, even warm laten worden en dan kan je lekker mee kneden. Nou, ga ik weer even terug naar mijn hartjeshanger. Ik ga nu twee van deze dingen erin steken, want daarmee kan ik hem straks aan mijn ketting hangen. Deze heb ik een poos geleden bij Blokker gekocht. Ik weet niet of ze het nog hebben, maar bij Senos hebben ze ook een heleboel van deze dingen. Dus je kan ook daar kijken.
zo even iets uit laten steken dat ik hem mooi op kan hangen. En daarna even goed indrukken dat hij er niet uitvalt. Zo. Je kan ook deze hangertjes gebruiken, maar je moet ze dan wel heel goed in het hartje drukken. En ook heel goed het klei eroverheen laten komen aan de binnenkant, zodat hij er niet zomaar uitvalt. Want anders dan tijdens het bakken vallen ze van hun hanger af en dan mislukt het dan dus eigenlijk. Je kan ook, als je zo'n rondje hebt, kan je zelf met ijzerdraad, heel dun ijzerdraad, kan je er een soort hangertje onder maken met weerhaakjes. En die steek je er dan in, zodat die er niet makkelijk uitvalt. Nou, dat kan dus ook. Deze dingetjes heb ik ook allemaal van Blokker. Maar ik zag ze ook bij Senos. Dus daar kom je dus inderdaad ook al een heel eind mee. Goed, wat ik dus nu ga doen is, met ijzerdraad heb ik gewoon een hangertje gemaakt. Ik ga mijn hartje dus aan mijn hangertje laten hangen. Zo, dat is één. Nog een hangertje, gewoon zelf gemaakt van ijzerdraad. En dat ga ik er dan ook zo aan hangen. En dan ga ik nu naar mijn oven lopen en ik ga dit zo in mijn rooster, aan mijn rooster hangen, in mijn oven. En ik laat het een half uurtje bakken op 110 graden. Nou, dit komt dan straks, maar omdat ik nu mijn filmpje alvast af wil maken, heb ik al gisteravond eentje voor je gemaakt. Deze heb ik gisteravond alvast gemaakt, dus dat kan ik dan mooi aan je laten zien. En dan ga ik nu hier kettingjes van maken, zodat ik het eindresultaat aan jou kan laten zien. En dit is dan het resultaat. Samen dragen jullie dus één armbandje. Je hebt nog klei over en heb je zelfs nog kralen over. Nou, dan kan je ook zelfs nog een leuk armbandje erbij maken. In een ander filmpje laat ik je zien hoe jij leuke hartjesbedeltjes kan maken voor je armbandjes. Dus kijk daar dan ook naar als je dat leuk vindt. Voor nu, vind je dit filmpje leuk? Geef het een like. Wil je dit soort filmpjes wat vaker zien? Abonneer mijn YouTube kanaal en neem een kijkje op mijn website www.jefjannie.nl. Doepa doe!